Dames en heren, goedemiddag. Van harte welkom bij Sport Insight. Bij de wedstrijd Sportlust 46 tegen Kwik uit Den Haag. De laatste competitieronde vandaag. En dat flaciaal heeft nu gefloten en het is Montero aan de bal. Deed dat zeker geen buitenspel is, wordt de bal gespeeld door Bergfans en is het Lachmoetsi naar de Almadi. De Weert. De Weert. Ja hoor, 1-0. Remco De Weert in de 8e minuut van de wedstrijd. In de 8e minuut is daar de 1-0 gescoord. Bergfans die bal weer overneemt. Opnieuw buitenkant voet. Nu is het Almadi. Almadi. Nou, dan wordt die bal goed tegengehouden door Zundendorp. Want niet in het netje is het Lachmoetsi. En dan Bergfans naar Den Haag. Net niet in de loop mee. Den Haag kan wel die bal voor de goal brengen. Is het De Weert. Niet kan klaarleggen voor Lachmoetsi. Is het Bergfans. Bergfans naar Almadi. Is Zundendorp precies op tijd. Antonioli. Goed zijn goal uitgekomen. Hunting met de voorzet. Dat is een kopbal die... En kan Kwik uitbreken. Is het Rashid. Rashid stuit daar op Antonioli en de rebound van Emega. En dat Sportlust dus wat minder makkelijk aan aanvallen toekomt. Is het Hazard die De Weert wegzet. Oh, en die moet natuurlijk terugleggen naar Almadi. Dat wil die denk ik ook wel. Is het Zundendorp die nogmaals naar een hoek moet duiken. Hoekschop wordt genomen door Lachmoetsi. Zit doelman Zundendorp daar met twee vuisten bij. Lachmoetsi. Wordt daar Almadi omver gelopen, maar we voetballen gewoon door. Is het Den Haag met een prima paasje op Lachmoetsi. Ja, die bal die wordt nog eventjes van een richting veranderd door Van Haafden. Is er weer vandoor. Is het De Weert. Komt er dan nog een kansje voor. Sportlust zo net voor rust. Is het Den Haag. Ja, ja hoor. Hij zit erin. Ik dacht even dat hij naast ging. Wat een fantastisch mooie goal. Een voorzet van Remco De Weert. Op Kesley Den Haag. En die weet hem bij de korte palen in te drukken. En direct klinkt het rustsignaal van scheidsrechter Tissing. Bal wordt ingebracht. Is het Antonioli. Die kan die bal in één keer uit de lucht plukken. Van de wiel. Stuurt daar Almadi weg. Almadi moet die bal dan... Voorgeven. Nee, hij doet het gewoon zelf. En in de 50ste minuut van de wedstrijd is het 3-0 door een treffer van Ahmed Almadi. In de 50ste minuut is daar alweer de 3-0 voor Sportlust. Gescoord door nummer 21, Ahmed Abdallah Almadi. Opnieuw Almadi de diepte in. Komt daar om Roethoff heen. Daar houdt Roethoff wel de bal nog precies binnen. En kan die gewoon uitverdedigen. Is het Heideman die oppikt en de bal brengt bij Hazard. Korte combinatie. Hazard naar De Weert. De Weert naar Almadi. Huppelegee. En dat is dan de nummer 4 in de 51ste minuut. Opnieuw de score van Ahmed Almadi. Een prima steekpaasje is het van de wiel. Oh, en dan gaat Koppers even onder de bal door. En gaat de bal op de stip omdat Koppers de overtreding begaat in de 16. Hunting met de aanloop. Gaat schieten richting Antonioli. Antonioli, ja, die is onhoudbaar. In de 54ste minuut. Ja, en dan vallen er in 9 minuten 3 doelpunten. Ja, zo hard kan het dan gaan. U kunt dan volgende week ook de prijsuitreiking zien van de speler van het seizoen. Dus houd daar vooral onze site voor in de gaten.
Rashid. Stuurt daar Kenshi weg. Net ingevallen na dat blessuregevalletje in de 16. Is het Rashid. Bal scheert langs de verkeerde kant van de paal voor Kwik. Kan Kwik weer uitbreken. Doet dat met Kenshi. Steekbal. En die gaat er niet in. Ja, dan is het meteen een overtal. En is het Rashid die op Duisterhof afgaat. Kan die bal teruggelegd worden. Maar de inzet van Haafden is niet goed genoeg om Anton Joly andermaal naar het net te laten gaan. Verschil laten worden in deze wedstrijd is het Groothuizen. Groothuizen. En die gaat de 5-1 aantekenen. Het is Terns Groothuizen. Ja, daar is hij in de 72e minuut. De invaller met nummer 9. Terns Kluit Leon Groothuizen met de 5-1. Legt hem neer bij de eerste paal. Zit Anton Joly er goed bij. Kan die bal onder de lat vandaan tikken. Groothuizen. Oh, en dan bijna een eigen goal. Is het Almadi? Krijgt die bal er dan net niet in? Wel een hoekschop voor Sportlust. Achter de bal Koppers en Bergfans. Het is Koppers. Krijgen we nog een hoekschop. Wil ik u namens het gehele team van Sportinsight bedanken voor uw medeleven met ons. We hebben met alle plezier alle wedstrijden van Sportlust 1 in beeld en in geluid gebracht. En is er een speciaal afscheid voor Dico Koppers met rugnummer 4. Dit is daar natuurlijk de terechte erehaag voor onze speler met nummer 4. Dico Koppers, geef me een hartelijk applaus. Na een imposante carrière mag hij weer afsluiten bij Sportlust. Nico, dankjewel. Dus namens het hele team bedankt voor alle aandacht die wij hebben gekregen. We gaan dat volgend seizoen hopelijk weer doen. Fluit scheidsrechter Tissing inmiddels af voor de laatste wedstrijd. Kunt u nog...